Als we het over de ontwikkeling van voetbalverenigingen hebben, dan hebben we het eigenlijk over oude gewoonten die we uit onze geschiedenis meenemen. En we hebben het over de nieuwe verschillen die we een plek willen geven in onze sport. Nou, verschillen die we kennen in het voetbal is bijvoorbeeld de verschillen tussen spelers. Je hebt spitsen, je hebt keepers, je hebt middenvelders. Het zijn bijna andere type mensen. Maar er zijn ook verschillen door het soort voetbal wat we spelen. Bijvoorbeeld het tiki-taka voetbal wat we nu hebben van Barcelona, wat heel bekend is. Maar ook het oude totaalvoetbal van Nederland, een echte uitvinding van ons eigen voetbal. Catenaccio van de Italianen of het samba voetbal van de Brazilianen. Het is een ander soort voetbal. Nou, en in het voetbal ontmoeten die verschillen elkaar. Stad en dorp, arm, rijk, gelovig atheïst, een talent of een recreatievoetballer. De mensen die na afloop een biertje bestellen met een hamburgertje speciaal of een patatje oorlog. Of anderen die zeggen geef mij maar min thee en een roti. Komt allemaal voor in het voetbal. En dat maakt dat die voetbal een sport is van iedereen. En dat maakt dat voor verschillende mensen voetbal ook een echt deel van hun leven is waar ze van houden. En die verschillen blijven ook. En eerlijk gezegd houden we daar ook van. Kijk maar naar de rivaliteit tussen Spakenburg en IJsselmeervogels. Enorme rivaliteit. De blauwe tegen de rode. En wat is verschil? De mensen komen uit één dorp. Voetbal is verschil maken. Voetbal is het waarderen ervan. Waar hou ik van? En de keuze waar wil ik bij horen? Nou, als je naar de verenigingen van nu kijkt, dan moeten we die nieuwe verschillen een plek geven. En migranten gaan deelnemen aan onze sport en ze zijn er in grote getalen. We hebben de Molukkers uit de jaren 60. We hebben de Surinamers uit de jaren 70 en 80. De Turken, Marokkanen uit de jaren 80 en 90. En het zijn allemaal nieuwe groepen in onze samenleving die ook allemaal van voetbal houden. Hoe krijgen die nu hun plek in onze sportvereniging? Of hoe nemen ze hun plek in? En dat gaat natuurlijk niet zomaar. Want we kennen de verschillen tussen clubs, maar nu komen de verschillen ook binnen clubs. En iedere club heeft zijn eigen cultuur. En die nieuwkomer die kent die cultuur niet bij voorbaat. En ze vragen ruimte, die nieuwkomers, voor hun eigen opvattingen. En soms nemen ze die gewoon. En bovendien, ze spelen niet altijd volgens onze spelregels. Er zitten pingeldozen bij die moeilijk coachbaar zijn. En soms hebben ze in onze ogen nog kortere lontjes dan een aantal van ons al hebben. Nou, dat schuurt natuurlijk. Dat is niet altijd leuk. Maar die verschillen van vroeger schuurden misschien ook al. Toen had je ook het verschil tussen de zaterdag- en zondagvoetballers. Tussen de katholieken en de gereformeerden. Of de dames die ineens in onze clubs gingen voetballen. Nieuwe verschillen in eenzelfde club een plek geven is absoluut niet eenvoudig. Je cultuur verandert, de nieuwkomers kennen de regels nog niet. Ze overtreden zelfs regels waar jij van houdt. En het schuurt natuurlijk het meest, waar je van die mooie traditionele clubs in de wijken had, die ineens door het verlies van oude leden en de komst van nieuwe totaal van cultuur gaan veranderen. En waar een kleine minderheid van oude leden ineens te maken heeft met een grote toevloed van nieuwe leden die het anders willen. Nou, dat doet gewoon pijn, hè? Dat leidt tot verliesgevoelens, misschien wel woede en frustratie. Maar ja, wil je als club overleven, dan zou je natuurlijk toch moeten aanpassen aan de veranderingen van de tijd. En de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Nou, in eerste instantie door wijsheid, beleid en de tijd ervoor nemen. Dat klinkt mooi, maar zijn natuurlijk heel abstracte woorden. Dus hoe ziet dat eruit? Nou, begin bij aandacht geven aan dit vraagstuk. Laat het niet langs je heen lopen. En eens zijn er veel leden, we hebben ze niet aangesproken. Nee, maak mensen direct helder waar het om gaat. Daarom moet je bewust sturen op die binding van die nieuwe verschillen. Maak contact met die nieuwe leden. En vergeet tegelijkertijd niet contact te houden met de gevoelens van je oude leden. Ga er niet alleen op het nieuwe in, maar geef het oude ook een plaats. En doe dat niet krampachtig vanuit de naïviteit dat ieder verschil leuk is. Of vanuit de teleurstelling dat het toch wel niks zal worden. Maar gewoon uit de wens om te zorgen dat jouw vereniging vitaal blijft. Ga op zoek naar sleutelfiguren die het juist leuk vinden om die brug tussen oud en nieuw te slaan in je club. Die zorgen dat we er vooral lol in hebben om die nieuwkomers een plek te geven. En tegelijkertijd respect te houden voor degenen die die club hebben opgebouwd. Dus die kunnen helpen als bruggenbouwers om een nieuwe realiteit onder ogen te zien van verschillende invalshoeken. Mensen die de tijd nemen ook om dingen op te lossen. Prachtig Nederlands spreekwoord is natuurlijk, Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. We gaan echt niet morgen ten onder aan die verschillen. Begrip hebben voor de aarzeling die er is, of de verlegenheid of de onhandigheid. En of het nou om nieuwkomers of oudkomers gaat. Het zijn immers niet voor niks nieuwe verschillen. Ga er niet op voorhand vanuit dat een ander niets wil doen. Maar durf vooral te vragen wat ze willen doen, wat ze leuk vinden.
Durf ze ook te vragen voor een bestuurlijke verantwoordelijkheid en niet alleen voor klusjes. Durf ook grenzen te stellen naar oude en nieuwe leden aan onacceptabel gedrag. Wees duidelijk over die regels. Communiceer die duidelijk. Niemand kan zich houden aan regels die je niet communiceert. Er zijn regels die horen bij het voetbal. We zijn er voor sportiviteit en respect. We hebben competitie, maar we willen ook samenwerken. Dat is in en buiten de club zo. En in die omstandigheden moet je ook durven investeren in de opleiding van je trainers en je coaches. Want nieuwe kinderen vragen vaak ook een andere aanpak. En de KNVB en andere organisaties hebben die cursussen. Denk niet dat je alles al weet. Leren is ook leuk. Maar accepteer dat die verschillen die erbij gekomen zijn, zullen blijven. Die wederzijdse erkenning van die verschillen, die kost tijd. Voetbal is gebaseerd op verschillen. Verschillen gaan niet weg. En welk verschil we ook hebben, uiteindelijk zijn we toch allemaal gek van dat spelletje voetbal. En wie die verschillen uiteindelijk een plaats geeft, die heeft de toekomst. En dat geldt voor iedere vereniging afzonderlijk, maar dat geldt natuurlijk ook voor de KNVB. En uiteindelijk geldt dat voor het voetbal als geheel.